Ik heb een aantal leerlingen dat bezig is met het liedje In the Sentimental Mood, oude jazz standard. Bekend van vroeger van het programma Kronkels met Simon Carmichelt, die daarin verhaaltjes vertelde. Ik heb een eenvoudig arrangement voor dat liedje gemaakt. En ik denk dat het daardoor ook speelbaar is voor gitaristen met nog niet zo heel veel ervaring. Ik zal het eerste keertje voorspelen op snelheid 50. En daarna wat uitleg geven. Op de tweede tel van de maat. Dus je telt 1, 2, 3, 4, 1. Op de 1 kom je terecht op dit akkoord. Dat duurt 2 tellen. Volgende akkoord duurt ook 2 tellen. En dan het derde akkoord in de reeks. Dat duurt maar 1 tel, want daarna komt een stukje melodie. Luister. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1. Nou, de melodie, dit is in feite de melodie. Nou moet je door die melodie heen een aantal akkoorden spelen. Die akkoorden die vallen op de derde en op de eerste tel. Dus het begint op de tel 2. 2, 3, 4, 1. Belangrijk om die akkoorden op tijd te pakken. Dit akkoord, daar stond je al min of meer op, dus dat is niet zo moeilijk. Dan kom je aan het eind, kom je uit, dan moet je dit akkoord pakken. Waarbij je deze drie noten speelt. E, D, G. En de A-snaar afdempt. Een soort G-mineur. Nou, omdat je al op dit akkoord stond, staat de middelvinger al op de goede plek en hoef je alleen maar je derde vinger omhoog te bewegen. Kijk maar. Ja. Dit akkoord duurt 1 tel. En daarna krijg je een stukje melodie op de tweeën. Tweeën. Dus 1, 2, 3, 4, 1. Het volgende akkoord komt pas weer op de eerste tel. 1 tel duurt het akkoord en dan volgt er weer een stukje melodie. Dus het is 1, 2, 3, 4, 1. Op die 1 speel je weer een akkoord, een D-mineur akkoord. Dus 1, 2, 3, 4, 1. 4, 1. Nou, als je hier op de D-mineur staat, duurt 2,5 tel. Dus 1, 2, 3, 4, 1. Als je op die D-mineur staat, dan moet je naar een F-majeur 7. Dus noteer voor jezelf dat je middelvinger al goed hebt staan en
dat de wijsvinger en de ringvinger erbij komen. En dan speel je eenvoudig vier noten omlaag. Twee tellen duurt die dan. En dan krijg je 3, 4. Maar ja, dus 1, 2, 3, 4. En nu, ik speel de laatste melodienoot hier met de pink. En ik moet naar weer een G-minuur. Ik laat die pink staan en ik zet de tweede, derde vinger bij. De A-snaar is weer afgedempt. Ja, en hier is het belangrijk, als je dit akkoord hebt, dat je middelvinger eentje terugschuift en je wijsvinger bovenaan aansluit. Dit eindigt op tel 1 en dan kan je de melodie herhalen. Begin je op de tweede tel, dus het is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ja, tot zover.